Oh, wat ziek. Daar komt hij, daar komt hij. Oh mijn god. Wow, hij is los. Ik wou een mini-haai gehad. Danny gaat zijn wild gewoon klaarmaken voor het restaurant. De stukken pannenkoek zitten op zijn rug. En zo meteen in de pan. Hey joh, what's up? Iedereen welkom bij deze nieuwe vlog. Een andere dag op Curaçao. Je stukken pannenkoek zit op mooi zijn rug. Zo erg is hij aan het vervellen. Nou ja, en het echte vlees wat er hoort te zitten ligt in de pan. Dus kijk er hier. Gooi echt even pannenkoeken maken voor ons. Kijk, oh, dat gaat er goed uitzien. Ja. En de eerste keer dat de pannenkoeken maakt. Dus dat. Eerste keer zijn leven. En het chillen daaraan is dat ik het niet hoef te doen. Maar hij heeft er zoveel zin in pannenkoek. Hij zegt, ik ga gewoon pannenkoeken maken als ontbijt voor ons. Ja man. Nou, Joop wordt... Hé hey, Joop, goedemorgen! Morgen. Nou Joopie. Wil je ook pannenkoeken? Ja, dus, je ziet het goed Joop, je ziet het goed. Ga jij pannenkoeken bakken? Bizar hè? Ja, die Roy snapt het allemaal wel hoor. Ja, het staat er makkelijk uit. Ja, hou eens op. Het staat er makkelijk uit. Maar hij doet het gewoon. Ja. En wij kunnen bikken. En anders niks. Roy, ga je mee met Joop en ik vandaag? Met de maskers? The beauties and the wonders of the sea of Curaçao. Ja. Ja? Gaan we nog varen vandaag? Ja, vind ik eigenlijk ook wel dik. Ja? Toch wel? Jullie hadden je twijfels, maar toch wel vervaren. Tenijvissen. Het lijkt me wel heel leuk. Als het aan mij ligt gaan we. We moeten er om 2 uur dan zijn pas. Dus dat is van jou leg. Het is nu pas 12:45. Ja, dus... maar het legt niet alleen aan mij, we zijn met 3. Dus vind je het ook leuk? Of zeg je van nou... Ja, dat is wel leuk, weet je wel. En jij Joop? Leuk wel. Nou, lekker enthousiast jongens. Ik ga maar weer editen. Ik zie het wel wat jullie doen. Maar spannend ook nou. Maar spannend ook. Waar gaat de afwasborstel? Dat zocht ik. Voor je. Die kleine dingetjes. Ben je de pannenkoek aan het afwassen, Roy? Dit grappig. Ja. Die spek en zo. Jij vindt het niet grappig blijkbaar. Oké, fair trade. Ik heb hier 5 gulden. Kijk er eens. Dank u meneer. Welkom bij de pannenkoekenbar. De eerste ooit. Ja, de eerste gelukte ooit. Helemaal super. Dankjewel. Ik ga hem even proeven hoor. Ik ga hem even keuren. Cheddar erop, normale kaas, spek. Kijk naar de achterkant. Oeh ja. Nou, oprecht man. Nee, dat heeft wel goed in. Hij kon echt slechter voor de eerste pannenkoek. God, we hebben geen bestek. Ah, de tweede hè? Nou, nee, niet mee eens. De eerste keer wist ik niet hoe de bereidingswijze in elkaar zat. Nou, chef Cook Roy. Is het wat? Is het wat. Oh, het is heet, dat is het. Smakelijk. Hij is niet verkeerd, hij is lekker dik, ik hou daarvan. Ja, is nou, goed. Nou, hij is goed, dankjewel. Onze nieuwe teampersoon. Oh, wacht. Hallo Dien Dien. Wat raar. Je haalt ik die en bijt door elkaar. Zeg een woord met de bijt. Bijt. Ding, oh wat ding. Dat is ding. Hij doet kiki hier en daar en bijt, dat is waar. Maar voor mij blijft het ding, dat is waar ik over zie. Ik heb bijna geen lucht meer op. Oh, ik... Nou. Hoe kan het nou nog steeds dat we een tuinman nadoen en dat het hier naartoe is gegaan? Ik snap er helemaal niks van. Het is echt... En het is kosteloos vermakelijk. Het is onmerkelijk. Nou, deze rare pipo's die gaan allemaal weer het water op. Ja. We gaan het toch doen. Na grote twijfel en overleg gaan we toch lekker het water op. Dan gaan we met sardientjes gaan we op tonijn vissen. Gisteren hadden we echt... Flashback! Wow, kijk eens gast. Voor de restaurant, hè? Wow, wat een ding! Gisteren hebben we echt waanzinnig ons best gedaan. Hebben we uiteindelijk maar 2 mooie vissen gevangen. Hoe heet het ook weer jongens? Burda's, die vissen die we vingen. Druda, Dradoes. Bermuda driehoek. Nee, Drado. Drado heette het. Daar hebben we er gisteren 2 van gevangen, maar geen tonijn. Dus we gaan het weer proberen vandaag. We nemen jullie mee op avontuur. Met Ding Ding. En hij gaat vanzelf open. Hallo Dien Dien. Wat raar. Je haalt hem bij en gik door elkaar. Zeg een woord. Zeg een woord. Met de bij. Bij. Bij, 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 bij. Dien Dien. Dien Dien Dien. Hij doet kik hier en daar. Bij, bij, dat is waar. Maar van mij blijft het ding. Dat is waar ik overzien. Dat is het. Meenemen. Dat doe ik voor niks. Nee. Ai! Jij ook niet! Allee! Hey! Jij ook niet! Dit is gewoon precies waar mijn vrienden met je bent gehouden. Het is zo'n staatsmogol. Ik kon die camera amper stilhouden, zo hard moest ik lachen. Onderweg naar Danny. Danny Cruz. Oh oh, Danny. Danny Cruz. Kom op beeld, ja, Danny. Daar hebben we hem. Danny Cruz. Danny. Danny Cruz. Jongens, we gaan weer op pad met Danny. Die heet Cruz van zijn achternaam, alleen spel in het anders. Ja. Maar wel ander soort haar, hè? Niet Cruz. Nee, hij rijdt wel vaak cruise control. Ja. En zijn broer Tom is ook wel leuk. Ja. Oh god, gaat hij weer. Hij zit erop te broeden, ik zie het. Hij houdt zich net aan in, maar het is een soort vonkje dat een vuurtje gaat worden. Ik voel het. Ja, hij komt er zo aan, ik weet het. Wat een goed nummer eigenlijk. Wat een schip, ouwe. Het is gewoon een flat op zijn zij. Ik kan het net, ja, ik kan het net op beeld hebben. Kijk dan, als je naar het dorp kijkt, naar Willemstad. Dit is Willemstad. En dan naar die... Het is niet normaal hoe groot cruiseschepen zijn. En deze bus is ook zo leuk, die zie ik elke keer. Oh, dit is weer een ander. De bussen maken ze heel... Van een schoolbus, hè? Hoe vet is dat? Die bus is leuk opgeluisterd. Ja, die maken ze extra feestelijk, die bussen. Ik heb er weer zin in vandaag, jongen. Ja, ik ook, man. Ik ben helemaal aan. Ik hoop zo erg dat we tonijn vallen. Oh, dat is echt zo'n Miami-pand. Snap je wat ik bedoel? Miami-pand? Ja. Wow, het gaf me heel erg Miami-vibes, man. Oh. Nou, we zitten er niet heel ver vandaan. Nee. Dit is volgens mij de Amerikaanse ambassade, man. Kijk hoeveel camera's er zitten. Die hekken, de Amerikaanse vlag hangt uit, zie je dat? Daar hangt die. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Do I smell some freedom? Ja, ja, daar kijk, daar staat Danny zijn wagen. Ziet, zit hij al in de bootje, volgens mij wel leeg. Ja, waar? Oh, ijs halen. Oh ja, daar, die doe. Echt wel het ding van de vakantie, man. Elke keer dat varen met Danny's boot. Ja. Superleuk. Ja, dat is zo is gegaan. Hebben we dat vooraf helemaal niet bedacht. Nee, het is gewoon... Danny zei, oh, ik ga deze vakantie ook... Die woont hier, werkt hier. Ja, ik ga ook wat rustiger aan doen. Ik ga ook gewoon lekker chillen. Nou, wat leuk, toch? Ja, we zijn eigenlijk ook heel veel met Danny geweest gewoon. We hebben... Met hem zijn we uit geweest, we hebben gevaren, uit eten, alles. Eten, ja, man. Super gezellig, man. En vandaag doen we het weer. Of Mau, kan jij misschien mijn hoofd... Centreren helemaal links, net tegen de rand van de thumbnail, dat je de zee ziet. Dus dat je dus de kut hetzelfde houdt tussen de twee plaatjes. En dat je mij gewoon verplaatst naar links. Dus dat mijn bril aan de rand zit van de thumbnail en dan zie je nog wat meer van de zee en blauw en zo. Kan je eens een voorbeeld daarvan sturen? Dankjewel. Ja jongens, dat doe ik ook elke dag. Handelen met handelen. Ja, eigenlijk wel. Communiceren en overleggen met mijn thumbnailmaker. Want dat is het enige wat ik uit handen geef van mijn hele business, om het zo te zeggen. De rest doe ik natuurlijk alles zelf. Maar mijn thumbnails, die stuur ik screenshots naar Maries. En die fixt het allemaal. Maar ik zal even laten zien welk plaatje het is. En dan ben ik benieuwd. Ik laat alleen het plaatje zien of jullie mijn uitleg van net begrepen als je dat koppelt aan dit plaatje. Dit is het plaatje. Dit is hem. Oké. Okay. Op naar de boot. Danny Cruz op de Santa Cruz. Cruz, Cruz, Cruz. Allemaal op de cruise. Zo gast, heb je de sardientjes? Die gaan we zo vangen. Oh, bij de pomp zeker? Nee, die moeten we vangen. Oh, die moeten we vangen? Ja. Oh, we vangen ons eigen aas gewoon. Kijk. Wat een duurzame ding allemaal, jongens. Die is dat. Dat je insmeren. Ja. Dat blijft nog leuk. En het Duits is insmeren. Einkrillen, ja. Nou, dan gaan we de sonar en de radar weer aan het werk zetten, zeker daarvoor. Om te kijken waar die sardientjes zitten, of niet. Ja, ik heb een spot waar we die kunnen halen. Als sardientje heb je ook wel een kutleven hoor. Ja. Ik zie je. Je wordt of opgejaagd en als je gevangen wordt door mensen ga je een blik in. Dus boven water word je opgegeten door een vogel en onder water word je door elke andere vis wordt opgegeten. Ja. En als je het overleeft komt er een visnetje ophalen. Dus sardientjes zijn gewoon echt de lul. Zij ja, ook over die goalkeeper hè, van de sardientje. Van de sardientje. Weet je waar ze ook voorkomen? In Sardinië. Wat? Moesten jullie lang nadenken over mijn woord zo? Ja, ik denk van de sardientje. Je kon echt een speld horen. Het ging even te snel, maar ik zat niet in de woordgrappenmodus. Ken gewoon per. Zo, ik zat een broodje te eten en mij deed pijn, jongen. Ik ga het nooit meer eten, dat speldbrood. Ja. Danny denkt al van, oh het gaat gelijk beginnen, ik moet de hele dag weer die boter met die gasten. Vandaag voel ik me gewoon fit, want ik heb lekker geslapen man. Slaap je veel te weinig ook op dit eiland, maar maak er elke dag wat leuks van, maar het is al lekker als je gewoon goed slaapt. Te weinig geslapen? Joop is het er niet mee eens. Ja Joop, ik ben elke dag voor jullie eruit. Om te editen maat, door dat tijdsverschil. Ik heb jou nog nooit eerder wakker gezien dan ik. Nou, ik wel. Ja, maar jij gaat dan weer terug in nest in, zoals gisteravond ook. Maar ik bedoel het niet als medelijden ofzo, ik zeg alleen als je gewoon een nachtje wel goed slaapt, dat is top. Dan geniet je nog meer, weet je wel. We genieten, maar dan geniet je nog meer. Ik vraag me af of deze boot al veel vaart. Het zit helemaal vol met een soort, lijken zo onderwaterpaddenstoelen of zo, een soort schimmels. Hoe heten die dingen? Zwammen. Zie je dat? De boot zit onder. Check dit. Dat is voor de sardientjes. Voor de rest doet hij alles met hengels. Maar voor dit soort aas een visnetje uitgooien. Mooie plek hoor, met van die mangroves. Hoe heet de mangroves in het Nederlands? Oh, dat is makkelijk. Kijk dan. Precies hetzelfde eigenlijk ja. Allemaal lood eraan. Het moet toch fantastisch zijn dat je zo in contact bent met de natuur. Van een natuurleven en elke dag zit je in de zon en ben je op het eiland en op het water en zo. Fantastisch joh. Ben je aan het scannen voor visjes Dan? Ja, daarom dat ik die bril ook op heb, kan ik gewoon door het water heen kijken. Een polarized glasses. Zo ver genoeg van de kant af toch? Ja, ja. Maar je gooit hem erin en je haalt hem gelijk op? Ja, je laat hem natuurlijk zakken naar de bodem. Dan hopelijk zitten er veel sardines in. Ja, dan moeten we 10, 20 keer gooien. We hebben iets van 200, 300 sardientjes nodig. Dus, Oké. Zijn we even een uurtje bezig, maar daarna kunnen we mooi tuna vissen. Jullie hebben toch met al die vissers en zo ook echt een groepsapp en alles? Ja, ja. Ja, en allemaal contact, echt een soort community gewoon. Ja, precies. Fucking lijp man. We gaan maar een beetje door daar naar beneden. Bijvoorbeeld die mangroves, die mangrovenstam. Die zijn echt heel belangrijk hier voor het ecosysteem. Daar broeden heel veel beesten in, en vissen en... Zet maar neutraal even. Heel belangrijk hier. Wat broedt er onder andere in die mangrovenstam? Haaien, elke vissoort, het is het meest belangrijke voor de hele zee. Ga een beetje naar links, dichter naar die mangroven. Daar zijn ze, pas op dan. Kijk, heb het gezien, hij heeft het gezien. Zo, wat ziek. Nou, naar rechts? Naar achter. Zo, wat lijp. Maar klapt dat net dicht dan of zo? Ja. Ja, er zit wat in, man. En veel ook, volgens mij. Heeft hij Danny beet? Hij beet, het zijn er best wel veel. Althans, wat, voor mij is het veel, maar misschien is voor hem weinig. Daar komt hij. Vol net. Zo! Holy shit! Je had... Dit is helemaal maf, hè? Kijk, kijk. Wow! Gewoon 1 keer scheppen, gek! Wow! Dan! Kijk hoeveel er zwemt. Oh, je ziet het nu niet meer, dat is voor me heel veel. Ja? Ja. We moeten helpen. Ja, helpen. Gewoon in die emmers? Ja. Als jij op de boot let, Robin, dan... Zeker. Ja, alles in die 2 emmers. Oh joh. Als er nog 10 van deze gooien, zeggen we... Zijn het best wel grote voor sardientjes, of ligt dat aan mij? Nou, dit zijn middelmaat, zeg maar. Nog een paar echt grote. Straks zo mooi zijn. Hoe vangen eigenlijk die grote visserschepers dan? Want die doen dat natuurlijk niet zo, op deze manier. Ja, ook wel. Als je dat in die films ziet, maar die kunnen dit gewoon kopen zeg maar ergens. Dus dat zijn vissers die gaan dit de hele dag doen. Dus dat zijn bijvoorbeeld, heb je echt sardienvissers en die verkopen het weer aan de tonijnvissers. Ja, maar dat hebben we hier in Curaçao niet, er is geen markt voor helaas. Doe die emmer naar achter brengen. Oké, Danny gaat nu nog een keer uitgooien. In deze emmers doen we het dus. Het zit hier helemaal vol. Zit het veel, is het meer dan van normaal vandaag? Ja? Hebben we de emmers weer klaarstaan? Ja, de emmers staan klaar. Kan jij die alleen vullen met water? Ik heb die al gevuld, een klein laagje. Dit dan 10 tot 20 keer, ligt aan hoeveel we vangen. En als Danny dus het net uitgooit, gaan ze hier die emmers in. En dan wordt hier vers water ingepompt met de generator. En hier zitten die vissen dan in. Kijk, je ziet ze zwemmen. Die zitten hier in een soort container. Danny heeft denk ik een keer of 15 het net uitgegooid. De hele bak zit vol, jullie konden het zien op de GoPro. En nu zijn we op zee. Ja, hoe ga je eigenlijk het gebruiken dan? Pleur het uit, doe je het aan je hengel? Wat, We hebben nu gewoon twee lijnen uit, zeg maar, ver achter de boot. Om gewoon te zoeken op de sonar, waar zit de vis. Daarna gaan we gewoon wat drift zetten, heel langzaam voeren. En dan, maar voeren, je gooit gewoon visjes erin? Ja, gewoon een paar soort dingetjes, steeds niet te veel, want anders dan, dan gaan ze niet goed eten. En je maakt ze eigenlijk gewoon een beetje, ja, hoe noem je dat, lid, zeg maar, van cayenne. En dan twee lijntjes uit met een haakje, sardientje eraan, en als ze op een gegeven moment beginnen te eten, ja, dat is het feest. Want sardientjes komen niet voor in deze diepe wateren. Nee. Dus wat je eigenlijk doet is, je gooit die kleine visjes neer, die tonijnen worden hyped en die gaan gewoon... Oké. Eerst even zoeken welke hoek ze zitten, want hangt allemaal van de stroming af en zo. Ja. Hij begint hier al te zien op het scherm. Dus, ja, dus zo'n banaantje, dat is een... Het is een hele grote, maar konijn. Tussen 100 en 150 en tussen 200 en 250. Danny pakt dan dit schepnetje hier zo. En dan schept hij gewoon een paar vissen uit die bak. Die gooit hij overboord op de plek waar hij wil vissen. En dan is het wachten. Hij staat nu te slepen. Hop. Flikkert dat aas wat aan die hengel zit, flikkert lekker in het water en dan komen die beesten op af. Op de vibratie en de flikkering. Hoppatee! Oh! Oké, we krijgen hier... Oh, hier zijn er drie! Ja, dit ziet er een stuk beter uit. We zijn er van plek naar plek aan het gaan. Je ziet een paar... Zit hier ook niet zo diep. Nee man, heel goed. Oh, nog een paar. Oh ja toch! Dit wordt een mooie. Oh ja toch! Als het goed is hoor je een gek geluid. Hoor je dat? Er zit wat aan de haak. Lekker Roden! Lekker Dan! Is het de goeie? Deze even binnenhalen hoor, wacht. Ik doe dat wel. Moet even die hengel overnemen of? Ja, nou, Roy. Roy, pak de hengel maar. Let's go! Oei, 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 oei. Lekker, Danny haalt die andere even binnen. Die gaat kijken of hij met slepen nog eentje aan de haak kan halen. Anders houdt hij hem binnen en hengelt hij deze even binnen. Dit is een unit! Ja, dit is een mooie yellowfin. Een mooie yellowfin. Hou die lijn op. Ze hebben yellow, ik wil Engels en Nederlands door elkaar. Ze hebben gele vinnetjes, die tonijnen. En daardoor noemen ze het hier de yellowfin tuna. Soms pakken ze deze ook als je nog binnen aan het halen bent. Wie weet, ze zitten toch samengeschoold. Nee, oké. Zo! Wow! Wow, joh! Dit is een mooie yellowfin. Hoeveel weegt die, denk je, Dan? Ja, dat kan ik nu nog niet zeggen, maar deze is wel goed. Oké. Gaat het gebeuren? Alsjeblieft, blijf aan de haak. Gaat het gebeuren vandaag? Wat goed dit! Oh, wat een golf ook. De camera lijkt het dat er geen golven zijn, maar dat is echt. Het is een hoge golf hoor. Ja, gisteren hadden we wel iets hoger, denk ik. Hoe is dit, Roy? Hij zit in de focus, Joop. Ik zie het. Roy heeft een vismolen. Dit is een reel. Niet zoals op Instagram, maar een visreel. En dit, dit is een elektrische. Dus die heb je ook nog, dat wist ik niet. Dus voor hele grote vis als het te zwaar wordt, die staat gewoon super lang te hengelen, want die beesten zijn zo sterk. En Roy doet de techniek, is naar je toe trekken en op het moment dat het naar beneden gaat om de spanning erop te houden. Kijk, spanning, 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 gaat naar beneden en dan draait hij. Dus om de spanning erop te houden. Dus als je die techniek goed onder controle hebt, dan wordt het en minder zwaar en heb je minder kans dat hij eraf valt. Dus Roy is dat helemaal aan het perfectioneren nu. Want wij zijn natuurlijk allemaal leken nog, maar het gaat hem best af volgens mij. Zo, dit wordt fucking ziek, halen we deze binnen. Nou, die lijn is wel lang. Hij is heel ver weg gegaan. Ja, dus dat wordt even hengelen, mannen. De beest is 300 meter ver weg. Ja joh? Ja, het spoor is bijna helemaal leeg. Ja joh? 300? Hij heeft net 150 meter lijn gepakt bij die aanbieding. Oh mijn god. We moeten gewoon 3 voetbalvelden binnenslepen. Hoe lang hengelen duurt dat gemiddeld voor jou dan? Ik weet niet hoe groot. Als deze echt 30 kilo is, kan het zo'n half uurtje zijn dat we met deze bezig gaan zijn. Wat ziek, ouwe. Je gaat hem nu al kunnen zien op de sonar. Eerst dat streepje, die puntjes en nu deze. Ja, nu is dus je ziet hem hij is echt onder de bodem. Ja, je ziet ook de hoogteverschil dus. Als hij zo bij de 100 is, dan gaan we hem bijna kunnen zien. Het is rustig op de boot. De spanning hangt er heel erg. Want we hopen gewoon dat hij aan de haak blijft zitten. Die beesten hebben een hele harde bek. Dus die haak, ondanks met een weerhaak erin, aan de haak kan die nog wel eens losraken. Maar de spanning houden we erop. Oh, zijn biceps helemaal kapot aan het gaan. Waar? Dan gaat hij daar. Ja. Zie je hem niet? Mega. Hij is echt mega, ouwe. Hij is echt niet normaal. Kijk, daar gaat hij. Ja, daar. Ja, hij glinstert. Ja. Glinstert helemaal. Ja. Ik durf echt nu niet die hengel beet te hebben. Na gisteren en vandaag. Dit wordt gewoon bijna de eerste. We laten dit aan Danny over. Het mag echt niet mislukken nu. Hij is niet normaal. Hij is niet normaal. Het is een knoepert. Hij glinstert. Holy shit. Kijk, je ziet hem glinsteren in het water. Gaat nu onder de boot. Oh. Jongens, wat ziek. Daar komt hij. Oh mijn god. Het is een unit. Let's go, Roy! Hengel hem binnen! Hij is nu weer dieper. Oh, kijk! Oh, yo! Hij gaat onder de boot. Hangen! Zet hem in je heup. Let's go, Roy! Wat ziek! Danny heeft de haak al ready. Holy moly! Wow! De yellowfin! Hij is er bijna. Holy moly! Oh, het lijkt wel een mini-haai, grap. Ja, man. Wow, joh. Oh, ziek. Wow, joh. Oh, wow. Hou hem strak. Ja, lekker, Roy. Lekker, boys. Kom op, Roy. Zo, wat een sport dit, zeg. Zo, Roy maat, wat ben jij dat beest aan het bevechten, zeg. En elke keer hoor je hem weer uitlopen, die lijn. Oh mijn god, wat glimt die lijn. Ja. Zo. Oh. Wow. Let's go, boys! Hij wordt even geprepareerd om het ijs in te gaan. En dan kunnen we hem even bekijken daarna. Dit is wel een mooi formaatje. Dit is een mooi formaatje, ja. Hoi, joh! Nou, snel op ijs, dan blijft die kwaliteit goed. Dek open. Dit is 20 kilo, Danny? 15, denk ik. 15? We gaan nog voor die grote. En wat vang je hiervoor, denk je? 18 gulden de kilo, dus keer 15. Netjes hoor. Overrekenen is niet geweldig. Wow, wat een zieke, gekke, bizarre. Waar. Lekker ouwe. Oh mijn god. Joop, jij ook? Lekker, Danny krijgt zo'n box, die is nog echt wat dingen aan het afhandelen. Lekker man. Oh, Dan, wat fucking dik. Woe, als je het moet omschrijven. Met 1 woord. Fantastisch. Gewoon fantastisch? Ja man, geweldig. Ongeëvenaard. Gewoon... Het is heel erg... Het jagersinstinct wordt heel erg geunlokt. Je testosteron piekt, hè? Ja man, enorm. Ja, enorm. Je hebt gewoon je eigen avondeten gevangen ofzo. Zo voelt het. Snap ik genoeg? Ja. Gewoon vroeger ging dat zo. Zeker waar. Verser dan dit krijg ik het ook niet, jongens. Ik durf nu wel een hengelbeet te pakken. Want nu hebben ze het gewoon... Al die tijd waar we naar op zoek waren is nu binnen. Dus nu zou ik wel durven hengelen, ik wil het gewoon niet verpesten, weet je wel. Dan zou ik zo boos zijn op mezelf. Oh, dat... ik zat ook alleen maar daar aan te denken. Ja, man. Ik denk als ik het nu verneuk... Dat was mijn hele dag verpest, daar kon ik er niks aan doen. Nee. Had je dat ook gehad? Ja, 100.000. ja. Ja, man. Oké, ik zit hier voor mijn camera schoon te maken. Ik zit helemaal onder spetters en vlekken en zout. Maar ik hoop voor die gasten roepen dat het er weer beet is. Hoi, kan jij mij? Ja hoor. Zo. Kom op dan. Kom je uit je nest? Zo lijkt het echt, weet je wel. Alsof je uit je nest komt. Nou, verder wel. Alsof je gesummend bent, weet je wel. Zo groot als die andere, maar in ieder geval is het niets. Zo, schipper. Hoe is dat? Hij is niet heel groot deze. Nee, het is niet zo groot. Maar ik zag een paar goeie ertussen zitten. We gaan zo meteen van. Ja, weet je wat het is? Dat jij... Zo! Goeie tomaten dan. Ze zijn er gewoon. Deze is ook helemaal niet aan het vechten of zo. Daar is die al, kijk maar. Zie je hem? Ja. Daar is die al. Ja. Hij gaat nu een beetje vechten vast. Ja, de kleine. Ja. 5 kilo of zo. Maar toch leuk. Ah ja, hè? Is het nog leuk? Nog weer 100 gulden. Ik vind hem nog best wel mooi. Lekker is. Hé, hey, ik vind hem echt nog best wel mooi hoor. Daar is hij, ja, daar is hij. Waar is hij dan? Hij kiept naar hier. Pak hem net, pak hem net. En twee. Hatsen. Ah, zo, die hebben we weer. Woehoe. Eerste haak eruit. Zo. Wow, hij heeft gewoon niet tegengestribbeld bij mij. Wow, straks ik even Dan's voet filmen, die heeft een optater gehad van die vorige. Zijn staart. Mooie man. Die gaat ook het ijs in. Wow, wat een vette ervaring. Deze is een kilootje of? 5 kilo ongeveer. Nou. Je kan hem maar binnenhengelen toch? Hoeveel gulden is dat? Nou, 100. 100 gulden? Ja. Hey, toch weer het terrein. Een kleintje, maar het is er wel een. En kan ik weer mijn lens schoonmaken. En dat maakt samen ook 30. Sardientjes tijd. Hatsé. Smakelijk. Even kijken of er wat... Oh, die golf joh. Even kijken of er wat aanslaat. Oh ja, dit was 125 erin. We kijken op de sonars en al die strepen die je ziet. Dat zijn allemaal tonijn. Dus het zit rampers vol hier, kijk dan. Al die puntjes, streepjes. Zo, kijk dan. Zo is het alweer. Ja. Ja hoor. Ja? Ja, nee, niet even weten. Ja, dat is een wat zwaarder dan 5 denk ik. Zo, wat een weer een wind hier jongen. Woe! Ja, wind gaat krachtig. Wow joh, deze ook. Ja, we hebben er nu 2 aan de haak. Wacht, ik ga van de kant hè. Wow! Zo, de knetter! Woehoe! Let's go boys! 2 tonijnen! Schoon aan de haak! Oh, dit! Fuck, wat is het? Fuck, moela! Oh, dit mooie moela! Hou de lijn goed strak, hou de lijn heel goed strak. Dat ding was groot. Danny heeft hem al gezien. Stap. Oh! Wow, yo! Trek gewoon Joop bijna de zee in de beest. Wat is dat voor ding? Heeft Joop hem aan de haak dan, dat beest? Ja. Maar bro, dit is volgens mij geen tonijn hoor. Wat is dat? Ja, jij bent een tonijn denk ik, naar je movement te zien. Maar bij Joop gaat het ineens... Wat gebeurt hier joh? Nee, het is geen tonijn. Het is geen tonijn. Wow, wat is dat? Wat is dat? Alsof dat er niet naar de... Roy, kijk dan! What the fuck is dat, gast? Bro, wat is dit? Is dat barracuda of zo? Nee, moela. Een moela? Ja. Wat is dat joh? Een moela. Oh mijn god. Wow, hij is los! Pak hem, haak hem! Ja! Oh! Holy shit! Oh, okay, pas op, boys. Super gevaarlijk blijkbaar. Doe dat ding op. Pas op. Lopen. Hij spelt. Oh, wat is dit? Roy. Kijk die tanden. Snel de lens op. Holy shit. Oh, en hij was los en ik gaf hem nog. Wat is dit? Is hij dood? Weet je het zeker? Ja, maar pas wel op met zijn bek, want hij kan nog wel. Hij stuipt. Nastuipingen. Hey, ik heb weer hulp nodig. Ja. Wat is dit, joh? Dom. Een moela, ja. Haal die emmer even weg, want ik wil deze even snel. Oh. Kan ik wat doen, Danny? Geen idee wat het is, maar moela. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Oh, joh. Hey. is ziek! Waar is het? Wat gebeurt er? Ja, hallo! Wat gebeurt er? Nog even! Nog een zalm! Ik ga allemaal rare geluiden. Even nog een tonijn, ja. Ik ga allemaal rare dingen zeggen en lachen en gek doen. En ik betrap mezelf op een soort gekke blijheid. Oké, deze ook binnenhalen. Deze is om groter te worden, zodat ik als die 70 is, dan vangen we hem weer. Oké dan. Oké, die houden we dus niet. Gebeurt allemaal, wow! Oh! Wat ziek! Maar ik zag die vis van hem. Ik denk, what the fuck is dit? Dus deze, moet die open. Deze tijd van het jaar is niet makkelijk. Ja, gewoon zo draaien, andersom. Ja. Oh, oh. Wow. Roy, check deze. Dit is echt niet normaal, man. Dit is omdat hij nog half leeft, of? Ja, het is gewoon een stuipbetrekking. Oh. Altijd heel erg oppassen, want dat beest kan heel makkelijk je... Hier, Don, wil je die tanden filmen? Ja, ik kom even van die kant. En hoeveel kost dit? Hetzelfde als ja, nog eigenlijk bijna elke vis op het eiland is ongeveer hetzelfde. Danny, hoe jij hem nog haakte terwijl die al er vandoor ging? Ja, man. Kijk die tanden, gek. Niet te dichtbij in de buurt komen, ik ga bijna op mijn bek. Ja, het is heel ziek hoor. Joop, jij moet gewoon even moela binnen. Jezus, ouwe. Wow. Moela binnen. Ik denk eerst aan moela, maar het is echt zo wat. Ja, jullie wilden nog even met z'n dingetjes vissen, nou, dan, ja. Dan gaan we met z'n dingetjes vissen. Dat is zeker zo, ja. Nou, we gaan weer terug naar die plek daarboven. Oké, terug naar de boei. Danny, wat informatie over de vis. Dus tuna is natuurlijk heel sterk. Moela is iets minder sterk, maar het is wel de snelste vis in de oceaan. Hij zwemt meer dan 90 km per uur. Dus oh ja, je ziet ook gestroomlijnd met een kogel. Hij kan dus gewoon een voet afbijten of je hand. Ja, ja. Bijt hij zo hard? We kunnen straks als we terug zijn wel even een blikje drinken. Als je dat tussen zijn tanden doet, dan maak je het zo open als een blikopener. Dat is echt bizar. What the fuck, hij kijkt! Op zo'n wilde zee ook. Opgefokt aan de lijn. We hebben dus geluk dat we deze binnen hebben gehaald, die Malu. Want normaal bijt die lijnen door, dus die vang je niet zo heel snel per se. Dus Danny gaat nu de lijn afknippen voor de zekerheid, want die is een beetje beschadigd. En omdat die beschadigd is, ja, dan kan die lijn natuurlijk breken, dat spreekt voor zich. Dus die gaat dat nu even opnieuw prepareren, dat aas. Een stukje draad eraf vastknopen. En dan gaan we weer verder. Die sardientjes is gewoon een lifehack, man. Dat is gewoon een cheat. Ja. Dat is gewoon een cheatcode. Oh, wow. Oh, er komt iets boven water. Een dorado. Goed opletten, dit is wel mooi. We gaan hem pakken. Goed opletten, ik let zeker goed op. We gaan hem pakken. Daar komt hij. Oh, zie ik, hij was echt met die hunting mode, man. Ja, ja. Ding. Ik hoop dat de wind echt niet te erg is. Ik hoop het gewoon. Ik heb windruisreductie aan. Ik heb mijn hand ervoor. Ik heb micro windjammers op mijn camera. Dus als het wind er doorheen komt, jongens, komt het echt omdat het zo hard waait. Daar doe je gewoon niks tegen. Maar... Oh ja! Ja hoor! Heb je de dorado? Ja, ja. Ja, heb hem! Oh jij toch? Oh jij toch, ja toch? Nu ga jij, Don. Ja. Kom op, maat. Hou deze hier. Oh nee, fuck. Het is geen draad. Wat is dit? Hij wordt gehunt! Hij wordt gehunt! Oh. Hij wordt gehunt, gek! Wat gebeurt hier? Oh, joh! Deze moet ik niet hebben, die gaat niet terug. Deze moet terug. Hey. Wat gebeurt er allemaal? Dit moeten we even niet hebben. Zo. Hoppakee. Nou, nieuw aasje eraan. Oh. Hij werd gehunt door de andere. Ik dacht niet. Wat gebeurt hier? Oh, joh! Ik ga maar even schoonmaken. Terug naar het dek, matroos. Welke kant zitten de beesten dan, Roy? Ja, wow. Het lijkt wel een soort van piranha. Wat is dat? Leven in de brouwerij hier. Een zilt lijkt het op. Maar dat zal wel niet. Oh, hij vangt hem ook gewoon. Die staat gewoon de hele tijd. Wat is dit dan weer, Dan? Dit is niet de bedoeling, zegt hij. Een Jack. Kleine almaco Jack. Captain Jack, jongen. En die gaat ook weer terug, zeker. Ja, we moeten even... Oh. Verder weg voor de boei. We hebben de cheatcodes ontdekt. Hij is goed. Hij gaat maar door, joh. Hé, Roy gaat Sofie bedienen. Nee, man, sardientje. Binnen op zee! Vol met vis! Wow, ik heb een bak water in mijn bek! Wat is dit gaaf, Danny? Niet normaal, maat! Holy shit! Woehoe! Dit is een van de vetste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja, ik ook, man! Wow. Kijk die golven! Ik voel me echt een matroos gewoon. Dat is onze kapitein. Dus ik ben helemaal content mee, ik vind het helemaal goud. Misschien worden we nog gepromoveerd. Ja, echt hè. Ja. Hey, Magic Carp. Ik keek nog echt ook. En ik loop maar heen en weer ook om die lens schoon te maken. Oh, het wordt allemaal zo zout en nat van de hoge golven. Dus ik moet constant, in dat hutje moet ik die handdoek pakken. Want door het zout komen de vlekken op mijn camera. En anders gewoon wordt het nat natuurlijk. Ja, dat spreekt voor zich. Dan kan ik die lens helemaal niet schoonmaken. Woehoe! Ja. Ik zag hem net. Ja, dan moet hij wel nu naar mijn haas gaan, toch? Ja, naar beet. Ja. Ja. Die achterstengel. Pak hem, jou! Wow! Ja, daaronder. Wow! Het is weer een tonijn. Weer te klein of niet? Is dit wel de moeite waard? Ja, het is wel de moeite waard. Ja hoor, daar is hij weer. Een kleintje, maar die oude wel, Dan? Ja. Je moet ook eten, hè? Lekker, Joop! Hij moet ook eten, ja, hij heeft gewoon zijn eigen vis in zijn vriezer, wat fantastisch joh. Gelijk op het ijs weer. Wauw. Gelijk weer op het ijs. Yes, moet ik meehelpen hier of niet? Ja, die moet je even open doen, draaien. Ja. Ja, het begint wat te worden. Ja. Ja, wow! Ga maar doen. Ja hoor, ja. Over Donnie. Wow! Hij komt helemaal over. Nee, over Donnie. Wow! Hij komt helemaal uit de zee, gek! Oh, je moet naar voren verplaatsen. Film dit al, joh! Oh, ja, maar Don, jij moet... Ja, zo hier, Don dat rubberen ding. Don haalt gewoon binnen. Oké, ga je hier van Joop? Hou je vriendje binnen. Hou hem heel even in het water. Laten we kijken of er meer meekomen. Kijk. Een dorado. Kijk dan. Zo, dat is sterk. Oh, hoi! Pak die snaar. Mooi shotje. Mooi shotje zo. Ja. Van een dorado. Snel in de box. Zo, morgen! Nee man, dit is alles behalve. Oh, die tuna sprong hoog uit de lucht, uit het water. Hebben? Weer een. Woehoe! Echt hoe dat eruit ziet, zo gestroomlijnd. Weer een. Ja. Wauw. Kijk, dit is dus... Wow. Nee, laat hem maar zakken. Wat is dit dan, Dan? Dat is een rainbow runner. Rainbow runner, maar die wil je niet hebben? Nee, dat zijn wel goed te eten hoor, maar... Het is gewoon niet de diepe vis waar ik, die ik verkoop en waar ik op vis heb. Inmiddels zijn alle sardientjes op. De buit is binnen voor ons vandaag. We gaan terug naar de haven, gaan we aanleggen. Dan gaan we op ons gemakje even de vissen bekijken, de boot opruimen. Dit was hem. We gaan terug in de haven. En zoals elke dag gaat de zon lekker vroeg onder. We gaan hier even bij de jachthaven wat eten. En dan gaan we daarna uit. Ik ga alleen mee als het lukt met editen allemaal. Want morgen gaan we ook weer terug naar huis vliegen. Dus dat moeten we even allemaal timen natuurlijk met tijdsverschil. Dus als dat lukt dan ga ik mee en dan we zien het allemaal wel. En Danny kreeg net al een paar appjes van joh Danny, heb jij nog verse vis gevangen vandaag? Ja hoor. Nou, dat restaurant wil het allemaal hebben. Dus Danny gaat dit inladen, die gaat prepareren, haalt hij alle ingewanden eruit. En dan gaat het naar de restaurants en dan wordt het gewoon opgepikt. En dat gaat allemaal ongeveer een kilootje of... Wat zal je gevangen hebben vandaag? Hoeveel kilo bij elkaar? 70 kilo of zo. 70 kilo? En het gaat allemaal binnen 4 dagen op. Zeker. Zeker. Nou, dat is toch fantastisch joh. Zo Don. Ja? Laat je de vis erin zitten Dan? Ja, we gaan eerst even eten. Ja, oké. En dit is ook zeker geen verkeerde plek om te eten. Mag ik jouw voeten zien dan Den? Of is het niet zichtbaar? Ja, ik denk niet echt dat je het ziet, maar het is een beetje dik. Ja, het was wel heel dik toen jij gehit werd man. Ja, het is niet zo heel heftig. Gelukkig was hij niet, geen 50 kilo. En gelukkig was het niet die Balu. Oh, die moela in je voet. Moela, ja. Daar hadden we nu al lang in het ziekenhuis gezeten. Het is vandaag Pizza Wednesday. Is het zo? Als voorgerecht hebben we mozzarella sticks. En dan als hoofdgerecht heb ik de ribeye. Mannen, eet smakelijk. Fantastische manier om de dag af te sluiten. Jullie hebben zeeslak of zo? Mm-hmm. Onder andere. Een soort mix, een soort wokgerecht. Yo. Weer terug de boot op. Danny gaat de vissen inladen. Lekker is. Ze verliezen dus kleur zodra ze het ijs in gaan. Er komt nog een zwaar aan. Die is toch lijp. Wat een unit. Kijk ook naar die vin. Wat eruit ziet. Wat die bulten, al die vinnetjes, allemaal voor aerodynamica. En daar komt een grote tonijn. Kijk, en dan nu hebben we even de tijd om er goed naar te kijken. Hoe dat zit. Hoe dat eruit ziet. Kijk, die hele kleine tijn. Hele kleine tijn. Minuscuul. Kan je misschien niet eens zien op camera. En dit was dus nog veel geler natuurlijk, maar dat is nu een beetje. Hier, moet je maar even kijken. Hè? Daarom zei ik pas op. Die fucker die maakt je voeten echt kapot. Ja, man. Kleine tandjes. Die bijtkracht zal niet normaal zijn. Op de chick. Ik wacht. Ik was aan het zakken, hij stopte met zakken. Ik dacht, oh. Ik zet hem strak. Ik wist gelijk, ja, moela. Allemaal zelfde vet. Ja. Wow. Hey, dit hebben wij gevangen, hè? Ja, wow, wat sick. Het voelt heel gek, man. Heel hard en ja, zacht tegelijk. En je vindt dat is gewoon een steen. Danny gaat ze nu ook gewoon klaarmaken voor het restaurant. Sommige vissers prepareren ze niet en die geven ze gewoon in zijn geheel. En Danny die... wat is de benaming voor leeghalen van de ingewanden? Daar heb je een benaming voor, toch? Villen gewoon noemen we. Nee, villen dat is volgens mij een, de huid eraf halen of zo. Fileren is wanneer je echt de filets komt geven, zeg maar. Fileren. Ja, oog eruit halen. Hè. Nou, Dan, succes. Komt goed. Wij zien jou straks. Zien jullie zo meteen. Is goed, maat. Later, jongens. Succes met alles. Nogmaals bedankt, Dan. Mooi. Ja, tot vanavond. Dit is zo'n vette vlog geworden. Ik heb heel lang zitten editen. Het is 1:30. De boys die zijn al uitgegaan om 10:30. Ik heb gewoon te veel werk nog te doen, dus ik kan niet mee. Maar dat maakt niet uit, want ik ben heel veel avonden hier natuurlijk uit geweest. En ja, ik wilde eigenlijk niet zo per se heel veel zuipen. Maar die mannen, ja, Roy en Joop, die dachten toch wel iets meer van, we gaan iets meer zuipen. Dus toch nog een soort halve zuipvakantie geworden. Maar kijk, weet je, ik ben toch uit geweest. Nu komt het gewoon even niet uit. En de vlog gaat voor. Het is om lekker morgen op tijd, Nederlandse tijd, om 5:00 online. En morgenochtend als ik wakker word ga ik die andere vlog editen, want morgen kunnen we nog wel heel even chillen. En dan in de avond vliegen we terug. Ik zou wel even nog een storytje voorbij komen van Roy dat ze uit waren de laatste avond. Wacht even, ik zal hem even hoog zetten. Dan gaat hij als goed is nu. Nou, dit is lekker. Dit nummer draait hier altijd, ouwe. De hele tijd ook gewoon. Nou, ziet er wel weer best uit. Ik ben echt gewoon trots op deze vlog, hoe leuk die is. Als jullie deze nog niet gezien hebben, echt een aanrader. Ik ben echt gewoon echt blij mee. Ik moet zeggen, ik heb een hele lekkere vakantie gehad, jongens. Morgen gaan we echt nog genieten van de laatste dag. Alleen ik heb deze vakantie de meeste moeite gehad met content maken. Van mijn hele periode van dagelijks vlog, wat al 4,5 jaar is, was dit denk ik de moeilijkste vakantie om content te maken. En dat kwam eigenlijk omdat het een hele relaxte vakantie was, met niet zoveel activiteiten. Bijvoorbeeld met dat vissen vandaag en gisteren, subliem. Met het dolfijnen zwemmen, subliem. Dat we een dagje erop uitgingen, mijn verjaardag gingen vieren, en sigaren poffen en zo, subliem. Ja, we zitten hier 2 weken. En zaten echt flink wat dagen tussen dat ik er echt veel moeite mee had. Alsnog is het wel redelijk gelukt. Het kan altijd beter natuurlijk. Mijn streven is natuurlijk wel om elke dag gewoon een dikke vlog neer te zetten. Dus, maar dat is niet erg. Dat is denk ik ook het enige nadelig wat ik over deze vakantie kan zeggen. Ik ben echt verliefd geworden op Curaçao. Danny heeft onze vakantie echt heel veel beter gemaakt. Die heeft ons met zoveel dingen hier meegenomen, want die woont hier. Ook zijn vrienden dan weer die hij kende waren ook allemaal fantastisch. Het was allemaal gewoon, het was zo'n goede vakantie. Roy heeft het allemaal goed geboekt en geregeld met Joop. vandaag was de vetste dag en dan op dag 2 dolfijn zwemmen. Wauw. Morgen gaan we dus wel lekker relaxed chillen hier en daarna vliegen we weer business class terug. Dat wordt ook weer fucking lijp dat dat ook kan. Wauw, wat de fuck. We hebben jullie meegenomen vandaag op avontuur. Morgen gaan we dat weer doen. Dus wees er morgen bij om 5:00. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dus tot de volgende video. Later, toppers. Jullie moeten zometeen echt oppassen, man. Als je deze hebt gegraft, moet iedereen aan de kant. Wat dan? Nee, dit ding heeft tanden, bijt je voeten zo af.